Jazz hier met Kenny Allaert, onze toernooidirecteur in de Pokerstars. Kenny, goedenavond. Goedenavond, Gael. Alles oké? Ja, voor mij prima. Ik wou even weten, zo een dag van een toernooidirecteur, hoe loopt dat voor elkaar? Voor mij begint dat ongeveer een uur vroeger dan voor de spelers. Dat begint eigenlijk met het klaarzetten van de zaal. Dus zorgen dat alles op zijn plaats staat qua chips en dergelijke. Zorgen dat bieren ter plaatse zijn. Dat alles present is op de tafels. En dan mogen de spelers ongeveer een kwartiertje voor het begin. Laten dan de spelers de toernooizaal binnen. Mogen zij aan tafel plaatsnemen en kunnen zij hun chips ook beginnen klaarzetten die nog natuurlijk in de veiligheidszakken zitten op dat moment. Ja. En dan roep jij ook dus de blinds en dergelijke, alle kleinere zaken tussen haakjes dan gedurende het toernooi? Ja, dat klopt. Dan eenmaal het toernooi begint, dan af en toe de kleine aankondiging doen van wanneer de blinden omhoog gaan, wanneer dan het volgende level begint, wanneer de dinnerbreak is, wanneer er in het geld gaat komen, wat er enkele andere kleine procedures zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld wat de mensen op het einde van een dag moeten doen. En informeren over wat ze de volgende dagen nog zullen moeten doen. Okay. En dat doe je dan ook wel voor alle toernooien, niet enkel voor het main event, maar ook side events eventueel? Er zijn er ook side events. Ik hou mij eigenlijk enkel maar bezig met het main event. Dat is natuurlijk niet evident om op meerdere toernooien tegelijk. Maar daarvoor zijn er ook natuurlijk mensen aanwezig die zich met de side events bezighouden en zodat ook daar alles in goede banen wordt geleid. Zeg, ik denk er nu bij aan, daar moet toch wel een zekere, het is toch wel vrij veel verantwoordelijkheid, zo'n job uiteindelijk. Heb je al bepaalde momenten gehad waar het misschien misliep, of misdeals en dergelijke, of besprekingen onder de spelers, of echt dat het fout liep? Of is het altijd mooi tussen de lijntjes gebleven en houden de mensen zich ook aan de regels? Of? De meeste mensen houden zich aan de regels en de meerderheid van de handel gebeurt ook zoals ze moeten verlopen. Maar natuurlijk zijn er altijd wel wat uitzonderingen. De dealers kunnen een fout maken, de spelers kunnen een fout maken. En dan maken we een beslissing die eerst en vooral gebaseerd is op ons reglement. Tuurlijk, ja. En dan indien dat toch niet echt heel duidelijk is, dan maken we nog altijd de beslissing in de best interest of the game, zoals we zouden zeggen. Dus in de zo goed mogelijk beslissing, zodanig dat we een zo fijne mogelijk beslissing hebben waarbij elke partij zich in principe in kan vinden. Alhoewel, er zijn natuurlijk dan nog steeds spelers die reclameren, maar goed, de beslissing van de toernooidirecteur is altijd finaal en kan niet worden herroepen. Absoluut. Jij speelt ook zelf poker, je bent namelijk een heel goede speler uiteraard. Is het niet een beetje knagen voor jou om hier niet te mogen deelnemen? Want het is het tweede jaar dat je het toernooi leidt eigenlijk als toernooimeester. Knaag het niet wat om hier te komen spelen of zeg je van nee? Ik kom hier gewoon mijn job doen en ik heb er zeker vast ook mijn plezier in voor het organiseren van een toernooi natuurlijk. Dat doe ik ook heel graag. Het is het enigste jammer dat er dat is inderdaad. Is dat het enigste toernooi is, of in ieder geval groot evenement in België. Dat is wel een feit, maar waar ik niet kan delen. Maar goed, daarbuiten zijn er ook nog andere tijd meer dan genoeg toernooien. Of zelfs op Pokerstars natuurlijk. Ja, kan ik ook nog altijd een toernooitje spelen als ik wil. Oké, super. Wel Kenny, ik wens je altijd super veel succes hier tijdens deze BOPC. En ik wens jou al het beste toe. Dank je wel. Dit was Gael García Díaz hier met Kenny Allaert in de Pokerstars Lounge.